En welkom in het kantoor van de Telekids Musical School. En kijk eens wat wij hebben binnengekregen. Hele stapels. En die gaan we vandaag brengen naar Loes Riphagen. Die kun je misschien kennen van heel veel kinderboeken. En daarom laten we Loes beslissen wie er gewonnen heeft. Als ik zou moeten kiezen, zou ik alle tekeningen kiezen. Ik zou het niet weten. Ga je mee? Hallo Loes! Wat leuk! Nou, dankjewel! Hoi allemaal! Ik ben Loes Riphagen. Ik ben schrijver en illustrator van kinderboeken. En ik ga vandaag de winnaar kiezen, of eigenlijk de winnaars, van de Telekids Musical School tekenwedstrijd. Kijk eens wat een mooie oogst aan kleurplaten ik heb meegenomen. Ja. Weet je hoeveel het er zijn? Nee. Bijna 400. Echt waar? Echt waar, 400. Oh. Dit is het kabouterboek, dit is jouw laatste boek geloof ik, hè? Die is net uit. Die is net uit, hè? Ja, die is echt net spiksplinternieuw uit. Dit boek heb ik zo lang aan gewerkt. Echt jaren. Hier maak ik alle tekeningen. Kijk, hier is die schoolplaat zien. Dan zie je die posters aan de muren. Dit is de achtergrond. Maar ik teken dan alle spulletjes ook weer helemaal los. Kijk, en alle kabouters. Dit zijn bijvoorbeeld alle kabouters die in de schoolplaat zitten. Ja. En dat teken ik allemaal. Kijk, hier is die schoolplaat zien. Dan zie je die posters aan de muren. En deze kindjes. Maar de pupillen en de kleine detailtjes, die doe ik uiteindelijk digitaal. Aha. Op de iPad. Ja. Nou, hier ligt de selectie, eigenlijk de eindselectie van de kleurplatenwedstrijd. Drumroffel. Gefeliciteerd. Zo, dat was een klus. Nu hebben wij 12 winnaars gekozen voor elke categorie eentje. En die krijgen allemaal het prijspakket ter waarde van €50 met van alles erin. Een tas en een bidon en van alles en nog wat. Maar we gaan ook een superwinnaar trekken. De superwinnaar krijgt dit mooie kabouterboek van Loes. Loes, wie gaat van jou dit kabouterboek krijgen? De echte winnaar die ik het allerbeste vond van alle tekeningen is geworden Samara. Dan krijgt Samara dit gesigneerde boek van Loes. Gefeliciteerd, Samara.